De algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politiebond heeft het vertrouwen in justitieminister Kenneth Amoksi opgezegd en eist dat de bewindsman voor donderdag moet worden ontheven. Het gaat om een unaniem besluit, bevestigt voorzitter Milando Atompay tegenover onze nieuwsdienst. De ALV heeft ook besloten dat de afdelingen die niet goed uitgerust zijn, zoals de mobiele eenheid, niet zullen worden ingezet bij protestacties. De SPB zal ook niet toelaten dat er sancties getroffen zullen worden tegen de leden, tevens adviseurs van de bond Raoul Hellings en Sergio Gentel. De ALV is geschorst tot donderdag 12 uur. Intussen zijn de besluiten van de ALV in een brief kenbaar gemaakt aan president Chandrika Prasad Santokhi. Indien uiterlijk donderdag voor de ALV de minister niet is ontheven, zullen de SPB-leden in actie gaan.